Goedemiddag. Live vanuit het bos in Amersfoort. Nou ja, bos, het is een park, maar toch, het is heel bosachtig. En we gaan kletsen over business in flow. Of werken in flow als je gewoon een baan hebt. Of dingen die gedaan moeten worden. En hoe doe je dat nou in flow? Want ik merk dus dat zodra mijn hoofd gaat denken dat het super belangrijk is en super serieus is, dan wordt het allemaal heel erg zwaar en is het helemaal niet leuk meer. Dus zeg maar, als je net als ik je eigen onderneming bent gestart of je hebt een passie en een missie en je bent ergens mee bezig en je wil daar je bedrijf van maken of je bent gewoon aan het werken in loondienst of je bent whatever aan het doen, ergens had je een idee, had je een verlangen naar creatie, had je een speels gevoel van oh my god, ik wil dit doen. Ik wil heel veel mensen inspireren met mijn online video's en ik wil verbinden en mensen in verbinding brengen en dat soort dingen. Of je hebt een missie of een visie en dan vervolgens ga je dat uitvoeren en ik kom dan dus in mijn mind en die mind die gaat zich ermee bemoeien en die gaat denken oké, hoe gaan we dit heel ingewikkeld maken? Dus die mind die wil het allemaal heel erg goed doen vanuit het verstand. En we hebben ons verstand ook nodig, want dan ben je dus een bedrijf. En dan moet je BTW gaan doen en belastingen gaan doen. En je moet technische shit online regelen met je website en je mails wil je sturen. En al die shit die ook geregeld moet worden, die erbij komt kijken als je een onderneming bent. En ja, mijn lieve hoofdje die denkt dan, oké, ik moet nu dus heel hard gaan werken. En het moet allemaal heel moeilijk. Mijn hoofd maakt het heel ingewikkeld. Nou, in elk geval, wat ik dus doe als ik merk dat ik in zwaarte kom, is alles eventjes helemaal loslaten. Eventjes naar buiten gaan. Frisse wind door mijn haren. De bomen voelen. De zon voelen. En ik begin dus mijn lijf te bewegen. Door te lopen. Door een beetje te schudden. Door een beetje te rekken en te ademhalen. En dan vervolgens ga ik om hulp vragen. En dan ga ik die fucking kosmos zeggen van oké, dude, ik ben hier. I'm showing up. You have to do the work with me. We moeten samenwerken. Ik en het universum. Wij creëren dit samen. Ik ga het niet in mijn eentje te doen. Want dat vind ik gewoon echt geen ene fuck aan. Als ik het als klein poppetje, als klein mensje allemaal moet gaan doen. En mijn administratie moet gaan doen. Boring. Dus wat ik ga doen, ik ga zeggen, hey, yo, dudes, chicks in heaven, whoever is there, help me even met deze shit. Want, oké, dus dan ga ik vragen, hoe mag dit makkelijk worden? Hoe mag dit in flow gaan? Hoe mag dit super leuk zijn? Hoe mag ik heel erg veel gaan genieten van financiën en geld en overzichten en facturen en administratie? Hoe mag dat echt super, super, super joyful worden? En het was echt grappig, want ik stond net dus eventjes met die dudes in heaven te praten. En wat dat inhoudt is dat ik gewoon een beetje in het luchtledige loop te lullen. Bidden heet dat schijnbaar. Dan ga ik een beetje tegen de zon en de bomen en de wind aanlullen. En dan zeg ik van, help me dan, want ik kan het niet hoor. En dan zeggen ze terug, chick, maar jij moet het doen. Want jij loopt daar op die aarde kloot rond. Weet je, wij kunnen het ook niet zonder jou. Dus leuk dat je ons om hulp gaat vragen. Maar jij moet het dan wel gaan doen. Dus dan zeg ik, oké, ik ben bereid om die administratie met heel veel fun te doen. Maar kunnen jullie dan heel veel fun ingooien? Kunnen jullie dan me helpen dat het vanzelf mag gaan? Dat het relaxed mag gaan? Dat het in flow mag gaan? En het grappige is, ik loop hier dus naartoe. Ik loop hier naartoe en ik voel me echt zo, ik heb geen zin, alles voelt zwaar. Administratie, kut, hoe ga ik het allemaal doen? Ik moet nu echt wel heel hard heel veel geld gaan verdienen. Blablabla. En vervolgens ga ik vragen stellen. En ga ik mijn lichaam en mijn hele mind ga ik openstellen voor, oké, laat me maar zien. Hoe mag het mogelijk worden? Hoe wordt het nog beter dan dit? Hoe mag het relaxed worden? En dan vervolgens krijg ik dus inspiratie en krijg ik ideeën en krijg ik inzichten en krijg ik energie en krijg ik zin om een vet cool evenement weer te gaan organiseren. Dan denk ik, als ik het zo doe, ik kan eigenlijk die techniek heel makkelijk gebruiken, want ik ben daar al lid van en eigenlijk is het heel makkelijk. Dus dan kan alles weer in de flow gaan. En ik heb dus echt besloten, als het niet in flow is, I'm not gonna fucking do it. Ik ga niet achter mijn computertje zitten met hoofdpijn, zoals ik daar net dus wel heel even zat. Van, hoe gaan we dit nu doen? Zwaar. Nee, stop. Reset. Have fun first. Play. Naar buiten gaan, wandelen, spelen, bidden, rekken, strekken, joy. En om hulp vragen. En dan tot die inspiratie weer komt. Dus
Weet wat je in de flow brengt. Weet wat je inspiratie geeft. Voor mij is het naar buiten gaan, met de bomen praten, bidden, mijn lijf voelen, in beweging komen, ademhalen, shaken. Weet wat jouw inspiratie, flow en je energie en je fun weer op gang brengt. En dan kan het dus in een split second, instantly, dat wat net nog heel zwaar leek, kan ineens heel licht en makkelijk gaan. Dus ben ik heel benieuwd wat jouw inspiratieflow op gang brengt. Wat jou helpt om in de flow te blijven. Om dingen met ease en met gemak te zien en te voelen en te ervaren. Dus als je dat eventjes in een comment deelt onder deze video, dan kunnen we elkaar ook inspireren om nog meer flow, passie en liefde en fun te ervaren. Dankjewel voor het kijken. Dag schatjes.